de Lambertusparochie in Haren, de parochie Sint Jans Onthoofding in Moergestel, de parochies van de Levenskerk, de Peterskerk en de Johanneskerk in Oosterwijk zullen op korte termijn samengaan. De leiding van dit fusieproces is in handen gelegd van Francis de Meijer, die nu nog pastoor is in Haren. Ik ben hier op bezoek bij pastoor Francis de Meijer in Haren. En we zitten hier samen aan de koffie. En mijn eerste vraag is, wat was de aanleiding om voor het priesterschap te kiezen? De aanleiding om voor het priesterschap te kiezen is niet zomaar ik bel aan de deur van het seminarie aan en ik word priester. Het is een groeiproces en het is eigenlijk de vraag die je in je leven stelt, wat wilt God van mij in mijn leven? Dus het is een roeping, het is een groei naar een roeping. En ik ben toen in een katholiek gezin opgegroeid, samen met mijn zussen. Ik heb nog drie zussen. Ik ben de jongste tezamen met mijn tweelingzus. En al van jongs af aan gingen wij als gewoon christelijk gezin iedere zondag naar de kerk. En ik was ook al van, ik denk 6 jaar, toen ik misdienaar was. Ik was nog vrij jong. Ik had nog niet mijn eerste communie gedaan. En toch deed ik dat altijd met grote vreugde en plezier. En had ik altijd een liefde voor, de liturgie sprak me aan, de kerk, het geloof. En het is een groeiproces. En ook daarin, in die kerk, heb ik ook mijn roeping mogen ontdekken. Heb ik mogen ontdekken wie Christus voor mij betekent. Waarom bent u dan naar Nederland gekomen? Waarom komt iemand uit België naar Nederland om een priesterstudie te doen? Ja, inderdaad. In België heb je ook seminaries, maar ik ben eigenlijk nooit aan de deur geklopt van een Belgisch seminarie, dat moet ik eerlijk zeggen. Ik ben eigenlijk in contact gekomen met een brochuurtje van de Wereldjongerendagen in Toronto, in Canada. Ik dacht dat het 2003 of 2004 was, weet ik niet precies meer. En toen heb ik contact genomen met de toenmalige rector van het seminarie, dat was Jeroen Miltenburg. En heb ik zo, die gingen met het seminarie naar Toronto. En ik dacht, ik ga mee. Dus een seminarieopleiding, ik kijk wat dat is, Nederland. Want ik was er zelf nog niet veel geweest. Het is wel een buurland, maar ik woon dichter bij de Franse grens dan bij de Nederlandse grens. Dus je stapt vlugger naar Frankrijk toe of naar Nederland. En zo ben ik dan begonnen aan de seminarieopleiding. En wanneer bent u priester gewijd? Ik ben een priester gewijd in het jaar van de priester. Dat was toen nog onder paus Benedictus, het jaar van de priester. En in 2010, samen met mijn 5 mede klasgenoten of medewijdelingen. Maar nou bent u daarna pastoor geworden in Haren. Heeft de bisschop gedacht van, we sturen hem naar Haren, dan hebben we hem bij de hand en dan kunnen we nog eens een beetje de zaak goed in de gaten houden, omdat hij nog zo jong is? Dat weet ik niet. Toen heb ik eerst als een diakenstage gelopen. Ik ben in 2009 diaken gewijd. Ik ben redelijk, ik was 26 jaar toen ik gewijd werd. Ik was nog vrij jong. En toen heb ik gewerkt als stage een jaar lang, 6 maanden, in de Bommelerwaard. Ik had dat van dat gebied nog nooit gehoord. Toen ik mijn stageplaats te horen kreeg, ik dacht, waar ligt dat de Bommelerwaard? Maar kort nadien werd mij toch gevraagd, toen ik aankwam bij de bisdom, bij de benoemingscommissie, of ik naar Haren wilde komen. Maar ik moet eerlijk zijn, ik ben hier heel hartelijk ontvangen en ik ben hier mij meteen thuis gevoeld in het Brabantse land. Wat toch dichter aanleunt bij de Vlaamse mentaliteit, kun je zeggen. Wat is volgens u de oorzaak van de ontkerkelijking in West-Europa, terwijl in Afrika de kerk groeit en bloeit? Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben priester geworden nog een vrij jonge leeftijd. Dus ik heb eigenlijk geen grote kerk gekend waar heel veel volk de stamp vol zat. Dat heb ik nooit gekend. Dus ik ben in een kerk die eigenlijk klein is, ook in Vlaanderen. Een kleine kerk van gelovigen. Maar langs de andere kant moet je ook zeggen, ik heb ook geluk gehad om 2 maal in Afrika te zijn en ook te werken. Ik ben in Oeganda geweest. En inderdaad, daar is een groeiende kerk. Als je kijkt naar de eucharistieviering daar, dan duren die toch 2 à 3 uur. En dat is een blijde, vreugdevolle gemeenschap. Natuurlijk denkt men, ze dansen daar allemaal, maar dat valt toch reuze wel mee. Maar had u dan niet beter in Afrika missionaris kunnen worden? Vol vreugde en plezier en volle kerken. En inderdaad, daar is een levendige gemeenschap. Een viering duurt daar gemakkelijk 2 à 3 uur. Mensen komen daar soms uren onderweg te voet om toch maar een eucharistieviering te mogen hebben en te kunnen beleven. Dat laat toch zien dat in West-Europa op nog geen
200 meter, dat het toch anders werkt. Langs de andere kant, ik denk dat het grote verschil is met Afrika, is natuurlijk onze welvaartsmaatschappij. Wij worden materieel overspoeld. We hebben maar na te denken en morgen heb ik het. Vroeger als mensen een auto kochten, dachten ze daar maanden over na. En maar morgen gaat men naar de garage en men koopt gewoon een nieuwe auto. Men denkt daar niet bij stil. Dus wij zijn overspoeld met materiële zorg, zoals het eigenlijk het gevaar in zich houdt dat men het geestelijke, ja, minder wordt. En dan nog, u wilde niet in Afrika blijven. Had dat ook een reden? En ja, ik heb er met veel plezier gewerkt. Aan de andere kant, ik heb twee punten waar ik een beetje afstandelijk ben van Afrika. Dat is, aan de ene kant zijn de wilde beesten. Je wordt daarmee alle soorten reptielen in je slaapkamer verrast. Dat houdt me af. En aan de andere kant is dat eten daar, dat spreekt me toch niet zo aan. Want, friet hebben ze daar niet. Nee, friet hebben ze daar niet. En het is heel beperkt aan eten en hoe het ook klaargemaakt wordt. Niet volgens de hygiënische normen, maar het smaakt me gewoonweg niet. Het is een bananenpunt. Stampelt altijd en dan ben ik ook niet helemaal weg van. Dus goed om ene keer te eten, maar dat houdt ook bij op. Maar u bent hoopvol voor de toekomst, zoals ik beluister. En er is een nieuw parochiecentrum gebouwd, daar zijn ze mee bezig nog, en een nieuwe parochie. Dus ik stel voor dat we daar eens even gaan kijken. Zo, en dan komen we hier aan bij de pastorie, die ze aan het verbouwen zijn, en het nieuwe parochiecentrum. En welke activiteiten vinden hier plaats? De parochiële activiteiten, waaronder bijvoorbeeld, we zullen hier in het parochiecentrum koffie drinken, elkaar ontmoeten, te geloven dat we na de mis elkaar koffie kunnen drinken en elkaar kunnen spreken, maar ook bijvoorbeeld eerste communievoorbereiding, vormselvoorbereiding, geloofsavonden, vergadering, parochiële vergaderingen, maar ook bijvoorbeeld, er komen nog andere gemeenschapsgebeurtenissen komen in de kerk, onder andere bijvoorbeeld ook de zonnebloem. En de bisschop heeft u gevraagd om de fusiebespreking te doen voor de kerken in Oosterwijk, Moergestel en Haren. Hoe denkt u het vertrek van pastoor de Wierik in Moergestel op te vangen? Voor een grote deel zal ik dat doen, maar we zijn natuurlijk samen met een pastoraal team. Daar hoort natuurlijk Christophe van Buiten bij. Ook Vincent de Platen, diaken Vincent de Platen en Kees Schrama. En natuurlijk ook is Ad Kennis, die werkzaam is als emeriti natuurlijk, maar in de Johannesparochie. We willen samen die zorg voor die parochie, voor de gemeenschap, kerkgemeenschap van Moergestel, samen te dragen. Dat vind ik ook belangrijk. We zijn samen één parochie en nee, natuurlijk ook samen één pastoristeam. En hoe groot wordt het nieuwe kerkbestuur? Want er komt waarschijnlijk dan een heel nieuw kerkbestuur. Inderdaad, er komt een nieuw kerkbestuur. Dat houdt in dat er van iedere parochiegemeenschap nu daar iemand actief aan deelneemt als kerkbestuurslid. Dat vind ik belangrijk om toch proberen mijn best te doen om alle parochiegemeenschappen, die vijf die nu zijn, om daarmee, als het mogelijk is, om daar samen een parochiebestuur mee te vormen. Is het geen zware taak om zo'n fusie te leiden? Ja, of we nu jong of oud zijn, het blijft een zware taak. Dat weet ik ook, maar daar ben ik ook mij natuurlijk van bewust. Maar langs de andere kant is het ook een mooie uitdaging. Het is een grote verantwoordelijkheid, maar die je niet zelf draagt. Je hebt de mensen die meehelpen, die mee hun kerk ondersteunen als vrijwilliger, als gelovige. Ja, die samen de kerk dragen. Het is een gemeenschap, dat dragend natuurlijk is. Er moet iemand de verantwoordelijkheid en iemand meedragen. Dat zijn wij natuurlijk als pastoren en als kerkbestuur, die mee de materiële zorg ook van de parochie met zich meedraagt. Ik heb ook begrepen dat de kerk allemaal hun eigen naam behouden. Alle kerken, zowel Oosterwijk en Moergestel. Maar er komt wel een nieuwe naam voor de grote parochie dan. Is die al bekend? De nieuwe naam van de grote parochie, inderdaad, we hebben een naam voor kerstmis, hebben we kerstmis in begin adventstijd, hebben we ja, een soort suggestie laten rondgaan, dat mensen zelf suggesties kunnen binnendragen. En die namen die hebben we allemaal verzameld van alle kerkgemeenschappen, hebben we gewoon op een lijstje gezet wat er allemaal voor is gekomen. En dat heb ik binnengedragen bij de bisschop, want ik vond het zelf moeilijk om zelf daar een naam uit te kiezen, maar ik vond het wel mooi. Hoe lang bent u al pastoor van deze kerk? Van deze kerk 3,5 jaar. Nou is natuurlijk steeds kerken gaan sluiten. Hè? Zijn er nou in het verleden te veel kerken gebouwd? Ja, als je kijkt op 100 jaar zijn er natuurlijk heel veel kerken gebouwd. In onze streken hier, maar ook overal hier in het westen zijn er veel kerken bijgekomen. Dat klopt. En meneer pastoor, hoe staat het met de kerken van Haren, Oosterwijk en Moergestel? Blijven die open?
We hebben vooralsnog nog 5 kerken hier in onze parochiegemeenschap, dus we hebben voldoende kerken. Ook mooie kerken, ja. Natuurlijk, in onze kerkgemeenschap. Ja, ja, dus ze zijn, het ziet eruit dat ze voorlopig open blijven. Ja, ik moet wel eerlijk bekennen, er is overal heel veel sprake rond kerksluitingen. In de fusiegesprekken is dat helemaal niet ter sprake geweest. Dus iedereen kan nog rustig naar zijn eigen kerkje. Ja. De vraag die de mensen in Haren zullen stellen van, wanneer gaat onze pastoor Francis weg hier in Haren? Nou, die de grote baas wordt van een hele grote kerkgemeenschap. Ik blijf hier vooralsnog wonen in de parochie. Ik probeer me ook voor de hele parochie ook in te zetten. Maar natuurlijk ook voor Haren. Ik blijf hier natuurlijk in de nieuwe parochie, pastorie en parochiecentrum. Dus ik ben toch niet van plan om weg te lopen. U heeft waarschijnlijk nog wel een boodschap voor alle parochianen. Wat zou dat zijn vanuit uw standpunt gezien, zoals u erover denkt, over de gemeenschap als totaal? Als een christen, zeg maar. Als een christen, positief naar de toekomst kijken. Natuurlijk ook realistisch, maar blijven geloven in die boodschap van Jezus Christus. Het is de moeite waard. Het heeft ons vreugde hier in dit leven, maar natuurlijk ook het eeuwig leven waar het eigenlijk om in ons geloof om te doen is. Dat het meer is dan hier op deze aardbol. Maar dat ons leven verder mag gaan en dat we het ook vreugde en vrede in ons leven mag brengen. En natuurlijk ook die vreugde uit te stralen. Want ik zou altijd in Christus moeten kunnen lachen. En natuurlijk, zoals de heilige Franciscus van Sales het zegt, een grote heilige uit Frankrijk, uit Annecy, een bisschop geweest, die zegt, je kunt altijd meer vliegen vangen met een klontje suiker dan met een pot azijn. Dus door goed te zijn, liefdevol te zijn, dat is belangrijk. En de boodschap van Jezus Christus brengen, daar gaat het om. Ik dank u wel en ik wens u heel veel succes de komende tijd met de fusie. Dank u wel, Huub. En altijd welkom.